Comedy Glam. Do you want the mic? Mijn naam is dus Evert ten Apel en ik ben de eerste Nederlander die bolletjes heeft geslikt naar Amsterdam. Ze hebben me wel opgelicht, want er zat babypoeder in de bolletjes. Maar dat is niet wat ik wil vertellen. Wat ik wil vertellen is dat ik naar een bonumang ben geweest. En die heeft dus iets aan mijn hand gebonden. Ik moest hem 1000 euro geven. En die zei tegen mij, er gaat niks mis als jij dit aan jouw hand bindt. Vervolgens dacht ik van, oké, ik geloof deze man. Ik heb hem 1000 euro gegeven. Ik ging naar Zanderij. En via Zanderij kwam ik uiteindelijk aan op Schiphol. Nu kom ik op Schiphol aan. En er staat een hond genaamd Lubas. Die tegen mij zegt... Jij hebt geslikt. En honden kunnen toch niet praten. Dus ik dacht bij mezelf van, dat kan niet. Dus ik begon boos te worden. Want ik zei tegen die hond van, jij kan niet praten. En als jij niet kan praten, kan het nooit zo zijn dat jij kan weten dat ik heb geslikt. En vervolgens kwam die douane naar mij toe. En die zeiden tegen mij van, meneer, waarom ben je zo opgewonden? Is er iets dat u wilt aangeven? Ik zeg van, die hond kan toch niet praten? Maar het bleek dat ik een beetje te veel gedronken had in het vliegtuig. En die hond had helemaal niet met me gesproken. Het was gewoon een soort van visioen die ik had gehad door die Black Label die ik had gedronken. Dus er was niks aan de hand, maar door die actie van mij heeft die douane toen tegen mij gezegd van... Kom even mee in een hoekje. En ja, toen was het einde spel. Maar die bonumang, daar ben ik nog steeds boos op. Die heeft 1000 euro van mij opgegeten. En die rijdt nu misschien een of ander dure auto. Ik weet niet wat hij rijdt. Maar ik ben boos op hem. Ik ben echt heel boos op hem. En dat wil ik nu vertellen aan jullie. Kort.